De triathlon in Leiderdorp gaat dit jaar niet door. Wegens de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus valt de triathlon onder de vele evenementen die afgelast moeten worden. In het programma Rudo sprak Rudo met Jeroen Fakkeldij van de organisatie. Helaas, begrijpelijk ook gezien de situatie. En ja, sinds het persbericht van de regering vorige week was er eigenlijk gewoon geen twijfel meer over mogelijk. Het gaat gewoon niet dit jaar. De afgelasting van de triathlon valt extra zwaar. Dit jaar zou namelijk een speciale editie zijn geweest. We hadden de Eredivisie wedstrijd op bezoek. Dus ja, dat is echt de hoogste klasse van in de triathlon in Nederland. Ja, dat komt ook niet zomaar. Dat had heel mooi kunnen worden. Maar ja, nog heel even gekeken naar het uitstellen naar september. Maar ja, omdat de eerdere wedstrijden die eerder in het jaar zijn allemaal al verschoven naar september. Ja, dan komen wij als laatste er nu bij. En ja, dan zit de agenda gewoon zo vol. Dat is gewoon niet te doen. De triathlon gaat dus niet door. De voorbereidingen van onder andere het bestuur liggen allemaal plat. De deelnemers die nog onderdelen van de triathlon willen beoefenen, krijgen advies mee. Bij het dorp, de dwarswetering is nu 12 graden. Oh. En op dit zo moment koud, hè? Is dat niet goed voor je afweersysteem ook. Je afweersysteem krijgt dan een klap. Ja, en juist nu met het virus wil je die zo sterk mogelijk houden. En er is gelukkig ook nog goed nieuws. 2021. Dit is al een datum, hè? 22 augustus. Zet hem, ja, je moet misschien nog een nieuwe agenda kopen, maar als je die koopt, zet hem erin.